Heeft de gemeente Almere nou wel of geen opdracht gegeven voor een undercover operatie bij moskeeën? Dat wil de PvdA in de stad weten na een publicatie in het NRC. De gemeente ontkent geheime acties, maar toch rijzen er twijfels. In Lelystad wordt op een paar plekken lesgegeven in oude basisscholen. Gebouwen die nodig aan vervanging toe zijn. En er zijn wel plannen voor nieuwbouw, maar volgens de schoolbesturen schiet het niet erg op. Ze wenden zich nu tot de gemeenteraad. En dat er wel eens biologisch getilde wortel op je bord ligt en daarnaast een lekker biologisch stukje vlees, dat is op zich niks nieuws. Maar biologische sierteelt, daar hoor je niet zo vaak over. Toch neemt het aantal bio-siertelers in Flevoland steeds verder toe. Zoals Peter Leijten met zijn biotulpen. Het is maandag 18 oktober, dit is Flevoland. Goedenavond. Meerdere fracties in de Almeerse gemeenteraad willen opheldering van het college over een mogelijke undercover-actie bij moskeeën. Dat zou zijn om extremisme tegen te gaan. Burgemeester Frank Weerwind geeft toe dat er inderdaad onderzoek wordt gedaan, maar ontkent dat er sprake zou zijn van infiltratie. Kijk, wat er gebeurt is al per definitie schadelijk voor het vertrouwen. Dus dat vertrouwen heeft een deuk opgelopen en dat zal op een bepaalde manier hersteld moeten worden. En hoe sneller dat gebeurt, hoe beter dat is rijk mee. Zaterdag verscheen in de krant NRC het artikel over een op handen zijnde undercoveractie om te infiltreren in moskeeën. Om erachter te komen wat zich daar allemaal afspeelt. Om extremisme in de toekomst tegen te gaan. Linksextremisme, rechts, milieuactivisten, moslimextremisme. Alles zou in kaart moeten worden gebracht. Worden daar ook kerken in bij betrokken? Worden daar andere clubs bij betrokken bij dat onderzoek? Dat weten we allemaal niet. Dus dat zijn vragen die ik gesteld heb. Veel vragen van de fracties in de Almeerse gemeenteraad. Van onder meer de PvdA, maar ook van NIDA bijvoorbeeld, die het ziet als moslims bespioneren. En dat is niet goed voor de verhoudingen in de stad. Als gemeente investeren we heel veel in de relatie tussen burgers en de gemeente. Tussen instellingen en de gemeente. Ook tussen moskeeën en de gemeente. En als je, ik weet dat er de afgelopen jaren heel veel tijd en energie in is gestoken om die relatie op te bouwen, om samenwerking te creëren tussen de gemeente en de moskeeën ook bijvoorbeeld. Ja, dan is het heel gek om op deze manier achter iemands rug om toch op een andere manier onderzoek te doen. Dat schept niet echt vertrouwen. Burgemeester Frank Weerwind is verantwoordelijk voor de deal met onderzoeksbureau NTA. Maar hij kan vandaag niet voor de camera reageren, laat een woordvoerder weten. Wel zegt hij in een schriftelijke verklaring dat er inderdaad onderzoek wordt gedaan naar extremisme. Maar dat er van undercover-operaties of infiltraties of wat dan ook geen sprake is. Opvallend is wel in de verklaring dat hij niet ontkent dat er misschien wel plannen waren voor een undercover-actie. Iedereen heeft een recht op privacy en op het moment dat jij onderzoek doet, dan moet daar een soort strafrechtelijke basis volgens mij ook bij liggen. Maar ook dat is een vraag die ik gesteld heb. Want wat zijn precies de bevoegdheden van de gemeente? Want ik ben ook geen juridisch expert, ik ben geen hoogleraar staatsrecht. Dus dat zijn vragen die ik gesteld heb. En als ik daar antwoorden op heb, dan kan ik daar een oordeel over vellen. Ook Tweede Kamerfracties, waaronder D66, maar ook GroenLinks en DENK, willen inmiddels opheldering van justitieminister Grapperhaus over mogelijke infiltratie door gemeenten in moskeeën. Want in 9 andere gemeenten zou dat inmiddels zijn gebeurd. Het vervangen van verouderde basisschoolgebouwen in Lelystad zit muurvast en loopt ernstige vertraging op. Dat schrijven de 3 Lelystadse schoolbesturen in een brief aan de gemeenteraad. De raad praat de komende maanden over de nieuwbouw. De boeier, de albatros, de kring, de schakel, de windroos, de tjalk, de regenboog en de wingerd. Allemaal basisscholen in Lelystad in verouderde panden. Het leek begin 2019 allemaal geregeld. In 8 jaar tijd zouden de scholen nieuwe gebouwen krijgen. Als eerste zou basisschool de schakel nieuwbouw krijgen. Alleen, de oude schakel is nog gewoon in gebruik en de nieuwe schakel had op dit moment al zo goed als klaar moeten zijn. Voor de kerstvakantie zouden wij hier onze schooldeuren alweer openen. Nou, dat gaan we dus niet realiseren. De huidige scholen zijn in de jaren 70 van de vorige eeuw snel uit de grond gestampt. Het zijn relatief goedkope gebouwen, maar dus duidelijk niet voor de eeuwigheid. De isolatie is slecht, de luchtkwaliteit is niet ideaal en kozijnen en wc's zijn oud. Als we nu zouden weten dat we hier nog 15 à 20 jaar zouden zitten, zouden we subiet het linoleum vervangen, de vloer. En je kunt zien dat het meubilair is op zich prima, maar er is echt veel op de stoeltjes gezeten. Dat is natuurlijk ook de bedoeling.
Maar daar hebben we gereserveerd voor vervanging. Alleen die vervanging willen we eigenlijk in één keer doen op het moment dat we naar de nieuwbouw overgaan. We hebben onze gebouwen op zich goed onderhouden. Dus dat is voor vandaag en morgen op zich nog wel prima. Wat er wel vervelend is, is dat je geen echte investeringen meer doet. De scholen zijn er vooral verbaasd over dat er opeens niets meer gedaan lijkt te zijn sinds 2019. Wat je ziet is dat we met elkaar hebben afgesproken dat we in 8 jaar gefaseerd een aantal scholen zouden vervangen. De Schakel en de Tjalk zijn dan de eerste twee. En die zitten nu dus in die vertraging. En dat betekent dat al die scholen die daar achteraan komen ook vertraging oplopen. Ook verantwoordelijk wethouder Van Noord erkent dat er vertraging is ontstaan. Dit komt onder andere door de collegecrisis van vorig jaar. Maar ook omdat alle scholen vervangen gewoon een flinke opgave is. En dat merk je dan vooral bij de aanpak van een nieuwbouw voor de Schakel. De eerste is altijd wat ingewikkeld. En dat zal ik ook toegeven, dat daarin een aantal zaken wat moeilijker zijn gegaan. Echt wel hobbels waren die we moesten nemen. Maar daarvan hebben we ook geleerd. Wat was dan zo'n hobbel? Als je de kaders bijvoorbeeld niet helemaal juist neerzet, dan kan het zijn dat er ver buiten budget in één keer toch een tekening ligt. Nu is het ook wel zo dat wij krijgen natuurlijk de programmabegroting. Daarin heeft het college een voorstel aan de raad gedaan om dat bedrag wat wij per vierkante meter mogen uitgeven toch een stukje te gaan verhogen. En dat is aan de raad of ze dat wel of niet goedkeuren. Als de gemeenteraad het extra geld dat nodig is toezegt, verwacht wethouder Van Noord dat de eerste paal van de Schakel na de zomer van 2022 de grond in kan. Tegen de regelgeving in zijn er in Almere heipalen te diep de bodem ingeslagen. Eerder gebeurde dit ook in Zeewolde. Deze palen hebben de drinkwatervoorraad in de bodem licht vervuild. Zo blijkt uit het jaarverslag van de Omgevingsdienst Flevoland. De regelgeving is inmiddels aangescherpt en verduidelijkt. Als je wil bouwen in Flevoland moet je eerst heien. Want de grond verzakt en om er zeker van te zijn dat bijvoorbeeld je huis blijft staan, bouw je dus op heipalen die diep de grond ingaan. Maar niet te diep. De grond onder ons bestaat vooral uit lage zand en klei. En een groot deel van zuidelijk Flevoland is soms op een paar meter diepte al water te vinden. Het is eeuwenoud zuiver drinkwater. En dat we daar zuinig op moeten zijn, daar is iedereen het wel over eens. Boren of dit soort heipalen de grond in slaan mag. Maar je moet wel extra goed opletten. Als je daar gaat boren, dan kom je op een kleilaag. En als je te diep boort, ga je er doorheen. Toch zijn er dus nu een paar palen doorheen geglipt. Er kunnen twee dingen gebeuren. Er kan, laat ik zeggen, viezigheid in dat drinkwater terechtkomen. Als je weet hoe groot dat drinkwaterbassin is, dan is dat op zich een relatief klein gevaar. Maar als het te vaak gebeurt, dan is dat wel een risico. En op andere plekken is de druk in dat drinkwaterbassin zeg maar zo groot, dat het ook kan zijn dat er water uitstroomt. Dat kan ook. Juist omdat het in de boringsvrije zone zo afwijkt van normaal, zorgt voor onduidelijkheden bij de heier. De regelgeving is nu nog meer dichtgetimmerd om ongelukken in de toekomst te voorkomen. Je hebt natuurlijk een provinciale verordening die achteraf gezien ook niet precies genoeg omschreven was. Die is inmiddels aangepast, waardoor je... Het is bijna onmogelijk om dingen zo te regelen dat er nooit wat fout gaat. Nou, dat is ook een illusie om te denken dat dat kan. Dat kan in dit geval ook niet. Wat we wel kunnen doen is goede voorlichting geven. Dat doen we ook. En regelmatig controleren. Nou, dat doen we ook. De Omgevingsdienst houdt het heien ook in de toekomst in de gaten. En legt de bouw stil als er fouten ontdekt worden. Dronten mag een dwangsom van 1500 euro per dag opleggen als inwoner Joris Heemskerk niet vrijwillig snel vertrekt uit een gesplitste woning in Biddinghuizen. Dat heeft de rechtbank bepaald. Heemskerk woont in een boerderij waar een aanbouw is geplaatst bij het oude woongedeelte. Beide delen worden nu bewoond, maar dat is niet toegestaan. De rechtbank besloot in april dat de man de woning moest verlaten. De Biddinghuizenaar wilde in het pand blijven wonen tot de Raad van State uitspraak doet in hoger beroep over de bewoning. Maar dat vindt de rechtbank niet nodig. Volgens de rechter wegen de belangen van de gemeente en de medebewoner zwaarder. D66 Zeewolde vindt dat Zeewolde beter contact moet zoeken met de aanvragers van invalide parkeerplaatsen. Volgens de partij ontstaan er vaak onduidelijkheden en onbegrip rond de aanvragen. De partij wil daarover opheldering van het college van burgemeester en wethouders. D66 wil ook dat persoonlijke gesprekken van de aanvrager een vast onderdeel worden van de aanvraagprocedure.
Je kunt er in het centrum van Lelystad bijna niet omheen. Op de wanden van verschillende panden worden grote kunstwerken geschilderd. Het gaat om een project om de stad op te fleuren. In een museum hangen de meesterwerken aan de muur, maar in Lelystad is de muur het meesterwerk. Gewapend met spuitbussen en verfkwasten maken kunstenaars uit binnen- en buitenland meer dan levensgrote schilderingen op panden in het centrum. We zijn in Lelystad en je kijkt naar, ik denk nu de grootste schildering in Lelystad, door Karski & Beyond en Bier & Brood. En wat is het thema? Het thema is Lelystad, of eigenlijk Flevoland zelf. En dan met name Cornelis Lely en wat hij betekend heeft voor heel het stuk land waar we nu op kunnen staan. Deze schildering staat op een pand langs de Neringweg in het centrum. In totaal komen er 10 werken van kunstenaars. Verschillende zijn al af en aan andere wordt nog druk gewerkt. Er komt een vrouw op met een kommetje waar lelies uitgroeien. Het is gewoon een beeldmetafoor voor hoe de Nederlanders hier de zee hebben leren controleren en waar er nu iets uit bloeit en zo de duizenden levens van mensen die hier ook kunnen openbloeien. Dus ja, dat is een beetje iets poëtischer. En waar Karski & Beyond honderden spuitbussen verbruiken, gebruikt Kitsune Jolien er niet één. Ik doe alles met verf en penselen. Dus, dus echt met kwastje? Ja, ik doe alles met penselen. Vroeger deed ik meer met spuitbus, maar ik ben daar onlangs op overgestapt. En nu doe ik alles met penseel. Karski & Beyond werken aan de gevel van een pand met appartementen. Ze krijgen veel bijval van de bewoners. Sterker nog, ze werken mee. De bewoners vinden het leuk, komen elke dag even kijken. Wel bijzonder is dat een van de dames, heeft misschien niet zo heel lang meer, maar die heeft hier heel haar leven gewoond. Of al heel lang woont hij hier. En die komt vandaag even langs om ook een stukje te spuiten, zodat haar familie daar langs kan komen later en zeggen van kijk, hier heeft onze moeder nog aan meegewerkt. Dus dat is wel iets heel leuks. En dan zorgen wij gewoon dat ze een stukje mee kan helpen aan de muurschildering, bij uitzondering. Maar de buurtbewoners en de mensen in het pand, die vinden het heel tof. Dat is leuk. Flevoland was al koploper in Nederland op het gebied van biologische landbouw. Maar ook steeds meer siertelers maken de overstap van gangbaar naar biologisch boeren. Dat blijkt uit het laatste trendrapport van Bionext. Een organisatie die zich inzet voor meer biologische landbouw en bioproducten in Nederland. Vorig jaar kwamen er in Flevoland 17 nieuwe biologische siertelers bij. Een van hen is Peter Leijten uit Ens. Op een klein stukje land van zijn tulpenbedrijf teelt hij biologische bollen. Nu lopen er 2 koeien, maar een half jaar geleden stond er 2 hectare tulpen in bloei. Vooral maatschappelijk worden er veel vragen gesteld over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. En gaan we in de toekomst ook te maken krijgen als sector met beperkingen daarin. En wij wilden eigenlijk wel eens de andere kant opzoeken door dus tulpen helemaal zonder chemie en gewasbeschermingsmiddelen te proberen te telen. En daarin dan op zoek te gaan naar de valkuilen die we dan gaan tegenkomen. Leijten denkt niet dat biologische bollen de norm gaan worden. Ook hij teelt voornamelijk gangbare tulpenbollen. Daarvan gaan er nu weer duizenden de grond in. Ik denk dat door te leren van de biologische teelt, dat we dan heel veel kunnen halen uit het minder gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen of kunstmeststoffen in de gangbare teelt. En ik denk dat daar voor ons de sleutel zit om een hele grote besparing in te kunnen maken, financieel, maar ook gebruik. De biologische sierteelt is nog maar een hele kleine markt. Er is wel vraag naar, maar eigenlijk nog heel erg weinig. En dat komt eigenlijk, denk ik, doordat het een sierteeltproduct is. Het is niet een product wat je eet. Daar hebben mensen veel meer beleving bij. Maar de vraag is wel groeiende. De biobollen worden vooral verkocht aan bedrijven die ze via internet aan de consument aanbieden. Dat is een specifieke groep. Je hebt echt mensen die bewust biologische producten in hun tuin willen zetten en daar bewust mee bezig zijn. Het is echt een doelgroep. Het is niet een impulsaankoop die iemand heeft, maar echt een bewuste aankoop van ik wil biologische bollen in mijn tuin. Daar heb ik een goed gevoel bij en dat ga ik kopen. Leijten verwacht dat er in de toekomst steeds meer vraag komt en gaat er zeker mee door. Het is volgens hem wel echt een uitdaging om de juiste tiltmethode en de juiste groene middelen te vinden. Dat is uitproberen en leren. We hebben echt wel een proces, denken wij zelf, van 5 jaar en langer nodig om het echt goed in de vingers te krijgen, dat het echt een optimale tilt wordt. En dan vervolgens ben je nog afhankelijk van het weer.
Als boer ben je gewoon afhankelijk van het weer. Hoe groeizaam is het? Hoeveel water valt er? Hoe droog is het? En dat is gewoon het werken met de natuur. Wat elke boer doet. En zo doen wij dat ook. En dit was Flevoland voor vandaag. Wil je alles wat er speelt volgen? Kijk dan op omroepflevoland.nl. En kijk en luister morgenochtend weer naar Dit is Flevoland. Dan vanaf 6 uur. Een fijne avond en heel graag tot morgen.